Verder kom ik natuurlijk heel veel mooie, spannende, intieme verhalen over eerste keren tegen. Luister je weer mee? Ik ben Laurian, ik ben nu 19 jaar oud en toen ik 16 was heb ik voor het eerst met een meisje gezoend. Toen ik 16 was zoende ik wel eens met jongens op feestjes en zo, maar er zat nooit heel erg met heel veel gevoelens erbij of dat ik een relatie met een van de jongens wilde of zo. Mensen om me heen hadden wel vriendjes en zo en ik had dat nooit en dat vond ik wel jammer, maar nu als ik op terugkijk is het eigenlijk gewoon best wel logisch dat ik nooit een vriendje heb gehad in de onderbouw, terwijl vriendinnen van mij dat wel hadden. Maar dat kwam dus gewoon dat ik waarschijnlijk gewoon geen vriendje wil. Ik ken haar van de middelbare school. We kwamen in de eerste klas bij elkaar in de klas te zitten en toen werden we bevriend. Ik vond haar gewoon heel aardig en grappig en we hadden dezelfde humor en we WhatsAppten eigenlijk gewoon de hele dag. Het feestje was met een groepje vrienden van ons en het was niet heel groot. We waren denk ik met een stuk of 10 man of zo. En we waren in een leeg huis omdat een van de ouders waren weg. En we zaten gewoon daar een beetje te praten. We hadden ook wat muziek op staan. En er kwam op een gegeven moment een liedje langs wat mensen kenden van zo'n Just Dance spel. Dus ze waren zeg maar dat dansje aan het doen wat je dan moest doen als je bij de PlayStation dat liedje hoorde. Toen zat ik in een wat grotere leren stoel en zij zat een beetje half op de leuning en half op schoot. En toen hadden we het erover, over met wie je dan gaat zoenen en waarom je dat dan doet op feestjes. Toen zeiden we allebei dat we niet echt wisten waar we op vielden qua jongens of meisjes. Maar toen kwam bij allebei wel een beetje de optie van ja, misschien ook wel op meisjes, maar dat weet ik niet. Ik denk dat zij begon, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer, moet ik zeggen. Een beetje raar, maar ook gewoon omdat het, zeg maar, omdat we het nooit eerder hadden gedaan. En dan ben je toch ineens aan het zoenen met zeg maar, je beste vriendin of een van je beste vriendinnen in ieder geval. Ja, zij ruikt wel lekker. Dat had ik toen ook wel door. Dat heb ik nu nog steeds wel door. Bij dat zoenen met jongens had ik er nooit heel veel gevoel bij of passie bij, of weet ik wel hoe je dat moet noemen. Dus dat maakt het al wel anders. En een meisje voelt ook wel gewoon anders dan een jongen. Het is wat zachter of zo, voor mijn gevoel. Ja, toen stopte ook iedereen meteen met hun Just Dance dansje doen. Want toen waren wij een beetje het middelpunt van de aandacht geworden op die manier. Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds.